Yo, what is up guys, Maarten van TechTime hier en leuk dat je kijkt naar deze video. Ja, hij staat hier dus achter mij hoor. Dit is de Gigabyte Aorus FI32U. Een 4K gaming monitor waar je weliswaar wat veel voor betaalt, maar je krijgt er ook wel een hele hoop voor terug. We gaan eens even kijken naar wat dit schermpje allemaal te bieden heeft en ik ben heel benieuwd wat jij ervan zal vinden. Let's take a look. Het ultieme moederbord voor jouw nieuwe Alder Lake PC-beeld. Dit hier is de Gigabyte Z690 Aorus Master. Samen met PCI Express 5.0, DDR5 geheugen en 5x MP2 sloten en ook nog eens ondersteuning voor de 12e generatie Intel Core CPU's is dit de koning onder de Z690 Aorus moederborden. En wil je meer weten? Check daarvoor de link in de beschrijving. Yes, dit is hem hier dus. Dit is dus de Gigabyte Aorus FI32U. En dit is dus een 32 inch 4K monitor met een maximale verversingssnelheid van maar liefst 144 Hz. Nou, het paneel wat erin zit is van het speciale Super Speed IPS. En dat zorgt voor net wat betere kijkhoek en net wat betere kleurweergave. En toch een hele snelle reactietijd ten opzichte van de reguliere IPS panelen. Nou, voor de rest heeft hij een maximale helderheid van 400 nits. En hij heeft ook nog eens support voor FreeSync Premium Pro. En hij is ook nog eens G-Sync compatible. En dat is wel zwaar handig als je daarvan gebruik wil gaan maken. En voor degene die grafisch werk doen, nou, dit scherm heeft dus ook een sRGB-dekking van maar liefst 123% en 90% van DIP3. En dat is op zich best wel keurig voor een gaming monitor. Kijk, het is dus niet een monitor wat geschikt is voor designwerk. Maar wil je nou lekker gaan gamen en af en toe bijvoorbeeld even een videootje editen, dan zou dit scherm wel zeker interessant voor je kunnen zijn. Maar verder gaan we ook even kijken naar de aansluitingen van dit scherm. Want ook dat is best wel een interessante. We hebben hier namelijk twee keer HDMI 2.1 poorten. En die zijn ook nog eens gelijk geschikt voor de nieuwe generatie consoles. Dus denk dus bijvoorbeeld aan de PlayStation 5 of de Xbox Series X of eventueel de Xbox Series S consoles, die kan je hier dus zonder problemen op gaan aansluiten. Wil je dus gebruik maken van bijvoorbeeld 4K 120 Hz met bijvoorbeeld zo'n console, dan kan het hier dus mee. Voor de rest heb je ook nog eens één keer een DisplayPort 1.4 poort die je dus nodig gaat hebben voor 4K 144 Hz. En uiteraard ook nog eens één keer USB-C om eventueel bijvoorbeeld je laptop op aan te sluiten en ook nog eens één keer USB 3.0 type B die je kan verbinden met je PC, zodat je daar gebruik kan maken van de USB-poorten die daarnaast zitten. En ook nog een hele leuke toevoeging zijn ook de aansluitingen voor bijvoorbeeld speakers of je favoriete headset. Ja, er zit namelijk dus ook twee keer een 3,5mm audio jack ernaast. Standaard heeft dit scherm namelijk geen speakers in zich. Ja, stel je hebt dus bijvoorbeeld een console op aangestoten, dan hoor je dus geen geluid daarmee. Dus daarvoor moet je dan even op zoek naar externe speakers die gebruik maken van een 3,5mm audio jack. Of misschien heb je nog ergens een hele leuke headset liggen die daarvoor gebruik kan maken. Kan je alsnog horen wat er precies gebeurt en kan je het alsnog gaan gebruiken met jouw favoriete console. Kijk, en die looks, dat is natuurlijk ook even een belangrijk puntje. Kijk, want dit scherm staat natuurlijk op je bureau en het is best wel een unit hoor. Het is een 32 inch schermpie en dat zie je dan ook gelijk terug. Het is echt wel een klap groter dan een 27 inch schermpie. En ja, de afmetingen, die zie je hier even in beeld. Dus als dit scherm wil gaan halen, zorg er dan ook voor dat deze ook wel gaat passen op je bureau. Het is ook heel erg minimaal aan de voorkant hoor. Het is echt een scherm met hele dunne randen, maar ook een hele nette afwerking aan die bezel aan de onderkant. Ja, er staat weliswaar heel klein het logotje van Aorus erop, maar het is niet zo heel fancy RGB-looking gaming monitortje. Daarvoor moet je namelijk kijken naar de achterkant, want daar zit wel RGB-verlichting. En het heeft wel een leuk sfeertje, alleen je ziet er eigenlijk vrijwel niks van. En wat ook een hele leuke, kleine, unieke toevoeging is, de slogan van Aorus zit in de voet verstopt. Ja, het zit heel erg klein en heel minimalistisch. En je moet goed even gaan kijken dat daar wel die slogan staat. Team up, fight on, het staat erop. Maar je ziet het vrijwel niet. En dat is toch wel even een hele kleine easter egg die Aorus alsnog heeft toegevoegd. Natuurlijk is besturing van het scherm ook natuurlijk mogelijk. Er zit namelijk aan de onderkant zit een klein joystickje. En met dat joystickje kan je precies ook besturen wat er met dat scherm allemaal gebeurt. Nou, druk je die dus één keertje in, dan krijg je gelijk al vier verschillende opties in beeld. En meestal zijn dat ook opties die je heel snel nodig zal hebben. Hoef je niet in één keer door een heel menu te gaan bladeren om uiteindelijk je favoriete optie te vinden. Maar het is gewoon een kwestie van even indrukken met het joystickje.
joystickje naartoe bewegen en dan ben je er al gelijk. Maar moet je toch even wat meer kijken naar wat meer functies, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Kies daarvoor dan de optie om het menu te gaan openen. En dat zie je echt zoveel verschillende aanpassingen. Je kan dus bijvoorbeeld je scherm aanpassen door middel van bijvoorbeeld je helderheid, je contrast, de kleurweergave of eventueel de profielen. Dat is natuurlijk allemaal hiermee mogelijk. En laat Aorus ook de gaming brand zijn van Gigabyte, dus ze hebben ook zeker wel wat leuke gaming functies toegevoegd. Nou, als je even wat verder scrolt, dan zie je dat vanzelf al verschijnen. En er zijn wel een aantal functies die ik zeker heb gebruikt. Tijdens het spelen van mijn favoriete games heb ik dus de Aim Stabilizer Sync aangezet, samen met Overdrive Picture Quality. Nou, met Aim Stabilizer Sync wordt dus de helderheid van het scherm net eventjes iets verlaagd. Dat reduceert eigenlijk je motion blur. Ja, ik merkte dat er een heel klein beetje motion blur erin zat op het moment dat dit namelijk uitstond. En ik dacht van, weet je, ik wil wel lekker kopjes gaan knallen. Ik gooi die optie gewoon lekker aan. En ik merkte gelijk wel verschil. Oké, het scherm werd iets minder fel. Maar ik merkte wel gelijk dat de gameervaring een stukje beter werd. Het scherm heeft wel een beetje last van ghosting hoor. Ghosting is wel aanwezig, maar is heel makkelijk te fixen. Je kan hiervoor kiezen voor verschillende profielen. Maar ik merkte dat met Overdrive Picture Quality, dat daarmee de instellingen en de beeld er toch net even het beste uitzagen. En ik moet wel toegeven hoor, gamen op dit schermpje is wel echt mogentje lekker hoor. Ik heb lekker kopjes weten te knallen in bijvoorbeeld Counter-Strike. Ja, ik ben een van die gasten die op dit moment nog Counter-Strike speelt. Dat was echt wel sick op dit schermpje hoor. Maar wil je dit scherm dus bijvoorbeeld gaan inzetten om bijvoorbeeld grafisch werk te gaan doen, zoals bijvoorbeeld gaan photoshoppen of bijvoorbeeld video editen met color grading? Ja, dan wordt wel even een iets ander verhaal. Out of the box is je scherm namelijk niet compleet gecalibreerd. Als je toch nog een zo accuraat mogelijke instelling wilt hebben voor jouw kleuren, dan moet je dus kiezen voor het sRGB-profiel. En zelfs dan komt die net niet in de buurt. Het is wel heel erg close, maar het is niet op en top. Wil je toch alsnog gebruik maken van een gecalibreerd scherm, dan moet je dus daarvoor iets verder gaan kijken. Of eventueel op zoek gaan naar een speciaal kalibreerkastje om dit scherm dan compleet naar wens aan te passen. Uiteraard ook nog een hele andere leuke toevoeging is aan dit scherm, wat zeker ook een pluspunt, wat ik nog niet eerder bij een ander scherm heb gezien. Er zit nog eens een dak in ook nog. Ja, er zit serieus zo'n heel leuk chipje in die ervoor zorgt dat jouw geluidskwaliteit vele malen beter is. Het zorgt ervoor dat het ruis van een 3,5mm audio jacks een flink stuk minder is. Dit zorgt ervoor dat je geluidskwaliteit een stuk beter is, dat je je volume wat harder kan zetten en dat de geluidskwaliteit gewoon echt on point is. En dat wil je wel hebben. Dat is namelijk ook nog niet eens het enige. Want dit scherm wat hier namelijk achter mij staat is een van de weinige 32 inch 4K 144 Hz schermen. Het blijkt namelijk dat er nog niet zo heel veel 4K gaming monitoren zijn die meer kunnen weergeven dan 120 Hz. En zeker op binnen dit prijssegment. Wil dus een scherm met 4K resolutie voor net even wat meer werkruimte, waarmee je bijvoorbeeld meerdere vensters naast elkaar kan zetten, dan is dit zeker een hele handige om te hebben. Wil je bijvoorbeeld ook een scherm met een hoge refresh rate voor net betere game ervaring, dan moet je hier ook zeker bij aankloppen en zeker ook voor 4K gaming. En natuurlijk ook nog eens een ingebouwde KVM switch. Ja, switch dus bijvoorbeeld van bijvoorbeeld je PC naar bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je MacBook bijvoorbeeld of je Dell XPS laptop. Je drukt een knopje in en er wordt gelijk het beeld omgezet van je PC naar je laptop. En dan kan je gelijk je toetsenbord en muis ook nog eens gaan gebruiken. Dit is dus een ultieme monitor voor 4K 144 Hz gaming. Eigenlijk alles wat je van mag verwachten zit er eigenlijk wel op. En dat eigenlijk voor een prijskaartje van €999. Ik weet, het is prijzig. Het is best wel duur. Maar vergeet ook niet, dit is op dit moment wel een van de interessantste schermen op dit moment voor 4K resolutie en een hoge refresh rate. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat me dat even weten in de reactie beneden. Is dit scherm voor jou toevallig overkill? Of heb je precies van, hey, die vind ik best wel interessant. Check daarvoor even de link in de beschrijving. Kijk naar de webshop en dan kan je daar gelijk het schermpje ook bestellen. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken in deze video. Bedankt voor het liken, het abonneren en natuurlijk ook het delen. En ik zie je heel graag bij de volgende video hier op TechTime. En zoals altijd zeg ik weer, tot techs.